Yo mensen, vrienden maar game, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Pokémon Fire Red. De serie waarbij ik deze leuke game ga spelen. En deze episode gaan wij de Gym Leader. Is dat een Nederlands woord, Leader? Nou, Leader is sowieso geen Nederlands woord, is namelijk een Engels woord. Maar in ieder geval, we gaan proberen deze Gym Leader te verslaan. En ik heb er enorm veel zin in. En laten wij gewoon lekker gaan beginnen. Hey, you're a new face. Only those trainers who have a policy about Pokémon can turn pro. What is your... Oké, fuck it. We gaan niet eens lezen, we gaan gewoon lekker beginnen. En hopelijk gaan wij haar verslaan. Ik ben namelijk enorm benieuwd of wij deze Gym Leader er aan kunnen. Ze heeft wel een heel sexy pakje aan. Nee, tuurlijk niet. Het is een pixelachtig. Dan ga ik nu... Oké, laten we beginnen. Oh, dat is Misty. Dat is de ene, die ene trainer waar ik het over had. Je hebt namelijk Brock en je hebt Misty. Dat zijn de vrienden van Ash in de Pokémon-serie. Nogmaals, ik heb zelf de Pokémon-serie nog nooit eerder echt gekeken. Ik heb het wel eens een keer voorbij zien komen. Heb ik het wel eens een keer op laten staan. Maar ik heb het nooit echt gevolgd. Ik verdiepte me meer in de Pokémon-games en kaarten. Maar ik vond het gewoon leuk om er even bij te zijn. In ieder geval Medicham. Een soort van vecht-Pokémon. Maar aan de ene kant ook alweer Psychic. Dus we gaan het proberen te verslaan. Wij gaan er Mega Punch op doen. En hopelijk kunnen wij hem in 3 of 2 klappen doodmaken. Oh, makkelijk in 2 klappen, jongens en meisjes. Hij is level 18. Dus dat we dan gelijk zoveel damage doen is een beetje nieuw voor mij. Maar zeer waarschijnlijk gaan wij hem killen. In ieder geval, laten we nog even een pound. Of nee, laten we gewoon nog een mega punch doen. We hebben namelijk toch nog genoeg attacks over. Dus laten we hem gewoon even 2 keer een mega punch geven. En dan is hij dood. Oké, nou, hoeveel XP zullen we geven? Oh, 589. Dan weet ik nu wel wat ik ga doen. Dan gooi ik namelijk nu met Charizard in de strijd. Dustox. Is dat niet die Oh, nee. Ik hoop niet dat ik denk welke het is. Want dan zit ik met een probleem namelijk. Is dat die ene weer? Is dat niet die ene Ghost Pokémon? Want dan kunnen we hem namelijk niet killen. Oh, dat is hem gelukkig niet. Dustox is natuurlijk de evaluatie van Butterfly. Je hebt eerst Silcoon, Butterfly en dan heb je Dustox. En Dustox is zeg maar de evaluatie na Butterfly. En Butterfly is die mooie vogel of die mooie vlinder bedoel ik. Wat we gaan doen? Even gaan Ember op dit ding doen. En dat heeft als het goed is enorm... Oh, jammer. We kunnen geen Ember doen. Namelijk Protect. En Protect zorgt ervoor dat jij je aanval niet kan uitvoeren op de Pokémon die Protect aanval dus voor hebt gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan Ember doen en hopelijk... Oh, nee, kut. Dat dacht ik al wel. Dat heeft dus mee te maken dat onze Charizard nog maar level 8 is. Maar gelukkig hebben wij een hele mooie kale push van level 23 die hij hem even in gaat maken met een mooie Mega Punch. Als onze Charizard nou ook level 20 was, hadden we die Dustox makkelijk kunnen inmaken. Want het is namelijk grastype. En zoals jullie weten is Charizard een vuurtype. En een vuurtype is enorm goed tegen een grastype. Maar jammer genoeg is onze Charizard maar level 8. Dus we moeten proberen die snel even te gaan levelen naar level 20. Dan hebben wij in ieder geval een Draakske, een Mew. Of nou eigenlijk gewoon een Charizard en Mew. En dan krijgen we als het goed is in deze game nog de legendarische Pokémon. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Omdat dit allemaal random is. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat nou de... Normaal gesproken staat hier een Groudon en een Kyogre. Maar dan ben ik wel benieuwd wat er nou in plaats staat van een Groudon of een Kyogre. Want zeer waarschijnlijk wordt hij dus vervangen door een ander soort Pokémon. En ik ben enorm benieuwd welke. Zul je net zien dat wij een hele reis afleggen om bij Groudon te komen. En dan ligt er opeens een Magikarp. Oh my god, dat zou zo fucking lullig zijn. Gelukkig, hopelijk gebeurt dat niet. Kalepoes had 720 experience. Als die Charizard die 720 zou kunnen krijgen, waren we alweer level 12 met Charizard. Daar kan ik me dan wel weer aan irriteren. Maar in ieder geval, we hebben de leader Misty verslagen. En nu kunnen we weer lekker doorgaan met ons avontuur hier in Pokémon Fireworks. You can have the Saskada badge. Oké. To show you beat me. We hebben $2100 gekregen, Pokédollars, om voor het verslaan van haar. En dat kunnen we weer gebruiken voor het kopen van nieuwe dingen, zoals bijvoorbeeld Weepos, Pokéball en andere dingen. En daar ben ik super blij mee. In ieder geval, we kunnen nu ook de move Kut leren. En dat zorgt ervoor dat jij door die planten heen kan komen met jouw Pokémon. Alleen het hele probleem is dat we daar wel een Pokémon voor moeten hebben die dat kan. En dat is meestal een gras-Pokémon. En we hebben op dit moment geen gras-Pokémon. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even kijken of het gaat lukken. Dus dan gaan we. We gaan even naar onze tas toe, oftewel onze bag. En dan ga ik eens heel even kijken of ik die kut... Ga ik zo even kijken of ik die kut-attack kan... Kut-attack. Het is letterlijk een kut-attack. Ga ik eens even kijken of ik die kut-attack kan geven aan eventueel Kalepoes of aan Charizard. Charizard kan het zeer waarschijnlijk wel. Even kijken. Waar staat hij trouwens bij? Items? Key items? Pokeballs? Waarom kan ik niet verder? Ik kan niet verder als dit. Nee. Oké, ik weet nu niet hoe ik verder kan. Maar in ieder geval, fuck it, we gaan lekker door. Hier hebben we een Pokécenter waar ik heel even naartoe ga. Omdat ik dan mijn Charizard en mijn Kalepoes even kan healen. Mijn Draakske en mijn Kalepoes om precies te zijn. En dan hoop ik dat ik in ieder geval weer verder kan gaan met mijn avontuur. Alleen ik snap even niet waarom ik niet bij mijn TM items kan komen. Dat zijn zeg maar van die schijfjes waar dan een soort van move op staan. Die je kan leren aan je Pokémon. Dat kan bijvoorbeeld een attack zijn. Dat kan bijvoorbeeld een iets efficiëntere move zijn. Zoals bijvoorbeeld Cut of Fly. Kat is het eigenlijk, maar ik vind kut veel leuker om te zeggen. We gaan kut leren. En echt een kut attack. Maar wat ik eerst even wil weten, is hoe ik nou bij die TM moves kan komen. Want hier zie ik dus de normale items, zoals de potions en de stenen. Hier zie ik de items zoals die fossielen en de Tichy TV. En dan zie ik hier de pokeballs. Alleen dat kan niet verder als dat. Dus ik snap nou niet
Kijk, dit is het maximale. Dus dan weet ik nou niet hoe we bij... Of hebben we nou nog een TM item? Ik geloof namelijk van wel. We hebben geloof ik Rocktomb gekregen van Brock. En we hebben nu als het goed is Kut gekregen. Of moeten we die ergens anders verkrijgen? Dat kan namelijk ook. In ieder geval, daar hebben we Bieber. Oftewel Justin Bieber. You're still struggling along back here. And doing great. I catched a bunch of strong and smart Pokémon. Here, let me see what you catched. Oké, we gaan dus vangen. We gaan nu vechten tegen Bieber. Onze rivaal in deze game. En ik ben enorm benieuwd of we hem kunnen killen. Hij heeft op dit moment wel 4 Pokémon. Dus hij is wel waarschijnlijk een stuk sterker als ons. Maar hij heeft wel een Mudkip. En Mudkip is een van de normale starter Pokémon. Niet uit deze game, geloof ik. Nou, hij is uit Pokémon Ruby en uit Pokémon... uit Pokémon Ruby en uit Pokémon Sapphire. Want in deze game zitten andere soort Pokémon. En ik ben even niet aan het opletten. Want ik had eigenlijk geen Pound moeten doen. Maar even Mega Punch. Het doet namelijk meer attack. Dus dat gaan we nu even doen. Hoppakee, even een Mega Punch op die lieve schattige kop van Mudkip. Zoals jullie misschien wel eerder hebben verteld, is Mudkip een van mijn favoriete starter Pokémon. Ik vind hem echt super cute en hij ziet er gewoon echt heel erg leuk uit. Maar in ieder geval, even opgehouden over Mudkip. Hij heeft hier een Walrein. En een Walrein, dat is een water Pokémon, zoals jullie misschien wel weten. Een enorm grote zeehond. En we gaan hem even een Mega Punch geven. En meestal is het ook zo dat de iets forsere en iets grotere Pokémons minder goed zijn in het doen van damage. Maar ze hebben meer HP. Met als voorbeeld een Snorlax. Dat is een hele grote, dikke Pokémon. Die kan heel erg veel stoot hebben. Maar zelf kan hij vrij weinig goede attacks. Hij kan toevallig wel double smash, geloof ik. Of hoe heet die niet? Double smash. Want dan doe je zeg maar een attack bij iemand. Maar dan krijg je er zelf ook nog wat damage van. Ik weet heel even niet meer hoe die attack heet. Maar die kan Snorlax geloof ik wel. En deze Pokémon kan dat geloof ik ook. Maar nogmaals, Pokémon zoals deze zijn wel chill. Alleen het hele probleem ermee is dat ze zelf heel erg weinig damage kunnen doen. Alleen ze kunnen wel heel veel damage aan. Dus als jij hem 4 moves doet, bijvoorbeeld 4 keer pound, dan is je pas dood. Terwijl je bij een normale Pokémon misschien maar 2 keer pound zou moeten doen. Nou, dat is dus het chillen aan. Ik had nu trouwens beter pound kunnen doen. Maar boeien. Dat is dus het chillen aan nogal wat dikkere Pokémon. Alleen hij kan dus minder damage doen. Even kijken, hij gaat nu een Armaldo gooien. En wat ik dan ga doen, dan gooi ik eerst heel even mijn draakje erin. Heel even. En dan doe ik even 1 attack met mijn draakje. Hopelijk gaat hij dan niet dood. Dus zodra ik dat heb gedaan, dan gooi ik mijn kale poesje weer in. Ik moet elke keer lachen als ik dat zeg. En dan hoop ik dat kale poes het kan afhandelen. Want als dat nou zo is, dan krijgt mijn draakje ook weer heel erg veel experience erbij. Wat natuurlijk super chill is. Dus laten we eens kijken. Harden, super chill. Dan kunnen wij nu snel onze kale poes erin gooien. Dan heeft onze draakje nog steeds geen damage. Wat echt fijn is. Want dan kunnen we hem eventueel zometeen er nog een keer in gooien. Dus kale poes, ik kies jou. Oké, okay, Draakse die doen we erin. Of kale poes doen we erin. Draakse is eruit. En Scratch, oké, okay, dat kun je doen. Critical Hit is dan wel weer vervelend. Maar ja, dat betekent dat hij in ieder geval normaal gesproken niet zoveel damage doet. We doen even een Mega Punch op deze Armaldo. En hopelijk gaan we hem daarmee uitschakelen. Oké, okay, dat is vrij kut. Mega Punch doet dus enorm weinig damage bij Armaldo. Dus we hebben nu 2 keuzes. Of we gaan de hele tijd Pound doen, wat waarschijnlijk ook heel erg weinig damage doet. Of we gaan ons proberen te transformeren in een Armaldo. Zodat wij dezelfde attacks hebben als hem. Maar voor hetzelfde geld heeft hij geen andere attack als Harden. Dan zitten we met een probleem. Dus laten we 1 keer even Pound proberen. Oké, okay, dat doet nog minder damage. Dus wat we gaan doen. Hij doet waarschijnlijk... Oh, hij doet Scratch. Oké, okay, hij heeft wel Scratch. Dat is chill. Dus wat we doen, we doen gewoon Transform. Dan gaan wij veranderen in een Armaldo. Oftewel onze Pokémon. Of de Pokémon waar we nu tegen vechten. En hopelijk heeft Armaldo wel wat attacks die ook damage doen bij hemzelf. Dat zou heel chill zijn. Ik denk het eerlijk gezegd niet als ik het zo bekijk. Mudshot. Waterkun. Dat zou in principe nog wel wat damage kunnen doen, neem ik aan. Wow. Oh nee! Dat doet fucking veel damage, gek! Maar wij kunnen hem zelf ook doen. Dus hopelijk kunnen we hem daarmee killen. Want ik ben namelijk level 24. Dus dat doet ziek veel damage. Ik hoor trouwens even een hondje bij. Die hebben jullie niet gehoord. Want mijn Mickey vangt dat nou weer niet op. Alleen, ja, hij is dood. Nice. Nu krijgt onze draakske lekker veel XP erbij. Dat houdt in dat onze draakske waarschijnlijk level 9,5 of level 10 wordt. En hopelijk kunnen wij onze draakske zo snel mogelijk naar level, laten we zeggen, 24 krikken. Dat ze namelijk super chill zijn. Level 10? Ja, level 10. Awesome. Niet level 11, toch of ook? Nee, niet level 11, maar wel level 10. Wat gaan we doen? Gooi je gewoon weer even onze draakske erin. Want het zou heel erg chill zijn om onze draakske... Het is heel moeilijk om te zeggen draakske. Het is gewoon, laat ik maar gewoon even Charizard noemen. Het zou enorm vet zijn als onze Charizard zo snel mogelijk level 26 is. Of in ieder geval even hoog als mijn kale poes. Nou, dit is in ieder geval een Pokémon waar wij heel erg weinig damage mee kunnen doen. Omdat dat namelijk een water Pokémon is. Maar dat maakt niet uit, want wat gaan wij doen? Oh my god, dat doet echt ziek veel damage. Wij hebben in ieder geval onze Charizard nu gebruikt tegen deze Pokémon. Of tegen deze Corphish. En nu gooien wij onze kale poes erin, zodat we het daarmee kunnen afhandelen. En dan krijgt zowel onze kale poes als Draakske XP. Wat super chill is, dus hell yeah. Oké, okay, even kijken. Hij doet Harden een hele nutteloze attack, want hij doet namelijk geen damage. Ik doe nu mijn Mega Punch. Oh, motherfucking yeah. Nou, daarbij is hij denk ik... Nee, hij is niet dood, jammer.
Als jullie kunnen zien worden de Pokémon's naarmate je verder komt in de map, worden de Pokémon's ook beter. Wat aan de andere kant ook wel weer leuk is, maar het is ook wel weer moeilijker. Een goed voorbeeld is je uiteindelijk bij de Elite 4 bent en is het echt enorm moeilijk om te winnen. En daarvoor wil ik me ook goed voorbereiden. En wil ik dus ook even sowieso minimaal 3 goed getrainde Pokémon's hebben van level 50. En ja, zodra je verder in de game komt, kom je ook echt Pokémon's tegen van level 40. En stel voor, er zit dan opeens een Groudon of een Kyogre bij en die kun je vangen met een Ultra Ball. Dan is dat natuurlijk super vet. En hopelijk, ja, Draakske die krijgt nu, oké, die is level 11. Hopelijk leert je zo snel mogelijk even een nieuwe attack. Dat zal wat chill zijn. Maar we hebben Justin Bieber weer verslagen met zijn mooie kapsel. Sterker nog, hij lijkt echt op Justin Bieber. Dat is echt heel apart. Maar wel vet dat ik hem er zo genoemd heb. Past er goed bij. We hebben $288 gekregen. Pokédollars om precies te zijn voor het winnen. Hey, guess what? I went to Bills and got him to show my rare Pokémon. They added a lot of pages to my Pokédex. After all, Bills World Famous is a Pokémon ik. Oké, het zal allemaal wel. Ik ga het ook helemaal niet lezen. Zo nu en dan lees ik even een klein stukje van de ondertiteling. Maar 9 van de 10 keer skip ik het gewoon even. Omdat het mij eigenlijk niet heel veel interesseert. Ik kom ook gewoon weer terug. I feel sorry for you. No really, you're always... Oké. We hebben een fame checker gekregen. Geen idee wat het is. Dat is heel erg apart. Want ik ken bijna alle items uit de Pokémon games. Maar deze ken ik niet. De Fame Checker. Dat heeft te maken met de gossip. Waarschijnlijk met de bekendheid van een Pokémon. We komen er waarschijnlijk achter of die zeldzaam is of niet. What the fuck? Een politie? Hallo politie. The people here were robbed. It's obvious that Team Rocket is behind this most... Oké. De mensen die in het huisje hier wonen, die zijn beroofd door Team Rocket. En Team Rocket is zeg maar ook de tegenpartij waar wij achteraan zitten in deze game. Dus zeg maar verschillende... In elke game, in elke Pokémon game heb je wel weer een soort van team die je achterna moet zitten. Team Ruby of in Pokémon Ruby is dat nou weer Team Magma. En in Pokémon Sapphire is dat Team Aqua. En in Pokémon Platinum is dat Team Galactic. En in Pokémon Black is dat geloof ik weer Team Rocket. Elke keer heb je wel weer een soort van team die je achterna moet zitten. Omdat ze een bepaald soort misdaad hebben ondergaan in de Pokéwereld. Wat natuurlijk enorm leuk is. Want dan ben jij een soort van de superheld van de game. Maar wanneer je dan uiteindelijk het team hebt verslagen. Dan heb je dus de game uitgespeeld. En uiteraard kun je wanneer de game is uitgespeeld ook nog gewoon verder gaan. Want er zullen altijd nog legendarische Pokémon's verstopt zitten in de game. Want het is natuurlijk super chill. En ik zie daar één Team Rocket gastje. En hopelijk kunnen we daarbij in de buurt komen. Ik neem aan van wel. Maar nee, ik neem aan eigenlijk van niet. Tenzij, jawel, wacht eens even. Jawel, dan moeten we eerst even... Kun jij aan de kant? Slowbro is loving around, oké. Als we hier namelijk beneden kunnen komen. Nou, dat kan niet, jammer. Dan zou ik namelijk even naar die Team Rocket Grunt kunnen komen. Dan zou ik eventueel even uit kunnen dagen. En ik zie er hier ook eentje staan. Oh nee. Dit waar hij nu zit, dat is een plekje om heel erg moeilijk te komen. En als het goed is, zit in die cave een enorm zeldzame Pokémon. Maar ik weet even niet meer welke. Dus dat kan ik jullie even niet verzekeren. Maar in ieder geval, jongens. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit dan leuk? Aarzel niet en laat even een blauw duimpje achter. Dat zou ik enorm waarderen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat hier beneden natuurlijk ook even een antwoord achter op de vraag van vandaag die jullie in beeld zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Pokémon Fireword. Hier op Doe Maar Gamen. Later.